Na dat mooie nazomerweer van een tijdje terug had de herfst van veel mensen nog even op zich mogen laten wachten. Maar deze week was die herfst er dan toch echt onstuimig weer met veel wind en ook dreigende wolkenluchten zoals we hier op de foto zien. Maar toch was het voor een aantal mensen wel genieten, zoals deze kitesurfers op de foto. Je ziet het misschien net niet, maar deze kitesurfer heeft echt een brede glimlach op zijn gezicht. Maar als je nou houdt van stabiele weer met een blauwe lucht en als je op het terrasje wil zitten, heb ik misschien op de langere termijn ook wel goed nieuws voor je. Want er zit wel iets van een weersverbetering in de pijplijn, maar het is nog even de vraag wanneer die precies komt, ook hoe lang het blijft en hoe warm het daarbij kan gaan worden. Want momenteel hebben we wel nog met heel wisselvallig weer te maken. Veel lage drukgebieden bij Nederland in de buurt. En momenteel, aan het begin van deze tiendaagse, hebben we te maken met een lage drukgebied net iets ten noorden van Schotland. En daar hoort een heel erg uitgestrekt front bij met flinke buien. En dat koufront dat strekt zich helemaal uit vanaf Scandinavië richting het westelijke puntje van Spanje. Het is echt een heel erg lang front. En aan de oostkant daarvan bevindt zich nog warme lucht. Maar om dat lage drukgebied heen wordt ook koude lucht vanuit de polen aangezogen. En dat krult dan helemaal om dat lage drukgebied heen en zit achter dat koufront. Nou, en daar krijgen we dan de komende dagen mee te maken, want dat front gaat overtrekken. En dat zorgt ervoor dat wij in een andere luchtsoort terecht gaan komen. Dat front trekt donderdag overdag over. En dan komen we daarna dus in die koudere luchtsoort terecht. En dit weermodel laat dat een beetje die buiigheid samenklonteren in een wat groter regengebied. Maar in werkelijkheid zal het meer om een open patroon gaan met stapelwolken en dus af en toe een flinke regenbui. En tijdens het weekend zien we dan de verandering waar ik het net over had geleidelijk al een beetje aankomen. Want boven Spanje en het zuiden van Frankrijk komt dan voorzichtig een hoge drukgebied tot ontwikkeling. En in de loop van het weekend komt dat hoge drukgebied steeds dichter bij Nederland in de buurt. En aan het begin van de nieuwe week is dat hoge drukgebied dan boven Centraal-Europa uitgekomen. En zitten wij in Nederland dus aan de flanken van dat hoge drukgebied. En daaromheen met een zuidwestenwind wordt toch vrij milde lucht vanuit het Middellandse zeegebied aangevoerd. En dat hoge drukgebied zorgt er ook voor dat de buien en wolkengebieden daaromheen tijdelijk even bij ons weggedrukt worden. En dat het dan weer stabiel, droog en ook vrij zonnig weer is. En dat je dan dus weer lekker op het terrasje kan gaan zitten. Maar dan is het even de vraag, hoe lang houdt dat hoge drukgebied stand? Want we zien het in deze berekening toch al vrij snel weer naar het oosten wegtrekken. Verliest een beetje zijn grip op het weer in het westen van Europa. En dan zien we halverwege de nieuwe week vanuit het westen toch wel weer behoorlijk wat blauwe kleuren onze kant op komen. Die isobaren komen weer wat dichter bij elkaar te liggen. Dus de wind gaat weer wat aantrekken. En dus ook flinke neerslagintensiteiten op de Atlantische Oceaan. En in deze periode van het jaar is het behoorlijk druk op de Atlantische Oceaan. Het orkaanseizoen is in volle gang. En we krijgen morgen mogelijk ook met een ex-orkaan te maken. Die ligt momenteel nog aan de westelijke kant van de Atlantische Oceaan, orkaan Nigel. En volgens de verwachting gaat Nigel voorzichtig die Atlantische Oceaan oversteken om richting West-Europa te koersen. Nou, we zien hem hier op de satellietplaat. Heel mooi dat oog van de orkaan. Het is momenteel ook regenseizoen in Midden-Amerika. Dus je ziet mooi die buien tot ontwikkeling komen. Maar orkaan Nigel, ex-orkaan Nigel, komt dus wel geleidelijk onze kant op. En wat zo'n orkaan ook teweeg kan brengen, is dat die hele warme, vochtige lucht onze kant op stuurt. Maar eerst krijgen wij juist nog met koelere lucht te maken achter dat koufront. Ik heb hier de temperatuur op 500 hectopascal, dus ongeveer 5 kilometer hoogte. En daar zie je die scheidslijn tussen die warme lucht en die koude lucht ook heel duidelijk. Die koude lucht komt echt om dat lage drukgebied heen uitzakken. En op vrijdag zien we dan de temperatuur van de bovenlucht geleidelijk al wat terugzakken. Boven de Noordzee zelfs min 23, min 24 graden. En het water van de Noordzee is nu ongeveer 16 tot 18 graden. En dat is dat temperatuurverschil tussen de bovenlucht en het zeewater
ongeveer 40 graden is, dan kan er bij buien ook een klap onweer voorkomen. Dus dat zou vrijdag en zaterdag best nog wel eens aan de orde kunnen zijn. Nou, die warme lucht komt dan geleidelijk wel dichterbij. Mogelijk dus ook door die ex-orkaan Nigel, die echt een warme zuidwestenwind op gang brengt, waarmee dus die vochtige lucht vanaf de oceaan richting Nederland komt. En dat kan er ook voor zorgen dat het niet alleen hoger in de atmosfeer, maar ook dichter aan de grond toch steeds wel een stukje warmer gaat worden. En dat zien we dan vaak heel goed terug in de temperatuurpluim. En na dat dipje met die koudere lucht zien we op de langere termijn dan ook de temperatuur verder toenemen. Maar de spreiding wordt wel groter en betekent dus ook dat die temperatuurverwachting wat onzeker is. Maar als die warme lucht ons land echt weet te bereiken, gaan we toch wel weer boven die grens van 20 graden uitkomen en staan er dus een paar mooie nazomerdagen op het programma. Eerst dus nog even de regen trotseren. Donderdag dat front wat overtrekt. Bij uitstek de meest regenachtige dag van de komende 10 dagen. Op vrijdag en zaterdag hebben we met buien te maken. Mogelijk ook met een klap onweer. Dan komt het hoge drukgebied, is het rustiger. En pas helemaal op de lange termijn krijgen we mogelijk weer met neerslag te maken. Maar er zit dus echt weer mooi nazomerweer aan te komen als we een beetje geluk hebben.